Aan tafel aangeschoven Karen van Essen. Karen, je bent van de interne oncologie en longgeneeskunde. Dat is een hele mond vol. Wat houdt dat precies in? Ik ben unit manager op deze afdeling, is afdeling AB3. En dat betekent dat ik het team aanstuur wat daar werkt, onder andere. Zeg maar voor iemand die daar nog nooit mee te maken heeft gehad, wat doe je dan op een dag? Kun je dat vertellen? Wat ik doe op een dag? Een heleboel. Ik regel het personeel, ik regel werving en selectie, ik regel de randvoorwaarden voor het team. Ik maak mee beleid, ik zit in allerlei projectgroepen in het ziekenhuis. Uh-huh. Dus het is heel breed. Je geeft leiding aan zo'n 50 mensen, hè? Verpleegkundigen. Verpleegkundigen. Ja. Maar in de toekomst moet dat ook nog zo blijven. Sterker nog, uitbreiding. Klopt. Hoe zit dat? Niet zozeer uitbreiding, maar wel behoud. Okay. En als je kijkt nu naar de zorg, dan zie je dat de zorgvraag verandert. Er komen steeds meer ouderen, er komen meer chronisch zieken. De vraag wordt veel complexer, dus mensen hebben ook meerdere ziektes. Dus dat betekent dat je daar wel afgestemd op moet zijn. En dat verpleegkundigen ook afgestemd moeten zijn op deze zorg. Dat betekent dus ook een ander soort personeel? Ja, dat betekent een andere mix van personeel in je team. Er is een beroepsprofiel 2020. Nou, en daarin staat ook beschreven dat je een mix hebt van mbo- en hbo-verpleegkundigen. Binnen het ziekenhuis hier zijn we dus op zoek naar vooral hbo-verpleegkundigen. De mbo-verpleegkundigen die hebben we, maar we willen die goede mix hebben. Dus dat betekent dat we daar een heleboel acties op ingezet hebben. Je had het over dat plan 2020. Beroepsprofiel. Wat wordt er gevraagd van die mensen? Er wordt gevraagd, met name als je de hbo-verpleegkundige krijgt. Wij hebben nog niet de profielen goed beschreven, dus we zijn dat op dit moment aan het onderzoeken. Mm-hmm. Maar de hbo-verpleegkundigen die zijn straks veel meer bezig met verbeteren, met innoveren, met de coördinatie van zorg, dus meer het overstijgende stuk. Daarnaast hebben we natuurlijk altijd onze mbo-verpleegkundigen ook nodig om wel de specialistische zorg en de zorg te kunnen geven. Nou goed, jullie hebben geconstateerd dat die switch er komt. Ja. Die mensen dus nodig. Hoe gaan jullie dat aanpakken? Nou, wat ik gedaan heb op de afdeling. We hebben binnen het ziekenhuis hebben we de mogelijkheid dat mensen mogen doorgroeien. Dus dan krijgen ze een traject aangeboden van 3 jaar. Dus dan ga je van mbo naar hbo. Daar zit wel een hele werving- en selectieprocedure aan vast. Een aantal mensen binnen het ziekenhuis zijn daarmee bezig. Dat is met name intern? Dat is intern. Nou, want het ziekenhuis Rivierenland, dat is de grootste werkgever van de regio. Hè? Met hoeveel mensen werken er? Er werken hier ongeveer 1700 mensen. Ja, dat is flink. Ja, dat is groot. En natuurlijk niet alleen maar verpleegkundigen, maar we hebben een heleboel functies in het ziekenhuis en een heleboel afdelingen. Ja, tuurlijk. Nou, verder werken we samen met een aantal hogescholen, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Ede. Dus krijgen we stagiaires, met name ook de hbo-stagiaires. Sluit dat goed aan, het onderwijs zoals het nu gegeven wordt, daar de vraag in een ziekenhuis? Kun jij als geen ander constateren? Ja, wat ik vind, mensen worden breed opgeleid. En als mensen komen en ze hebben eerder nog geen ziekenhuiservaring, dan moeten we ze wel echt opleiden, hè? Dus gaan helpen. Maar ik vind dat het goed aansluit, ja. Dat is mooi. Ja. En wat we doen, die mensen proberen we te binden. Dus dat betekent als stagiaires wederzijds bevallen, zij vinden het leuk en wij vinden het ook prima. Dan bied je mensen of een oproepcontract of je geeft ze vakantiewerk. Zodat als ze straks gediplomeerd zijn, nou ze denken ik wil wel terug naar ziekenhuis Rivierenland. Ah, dan kunnen ze eigenlijk als het ware al een beetje snuffelen. Ja. Dus je had het over vakantiewerk, hoe moet ik dat zien? Ja, we hebben ook recent een werving gedaan voor vakantiewerk en een heleboel flyers uitgereikt op de scholen in de omgeving, maar ook buiten de regio, Den Bosch, Nijmegen. Mensen die kunnen dan een aantal weken vakantiewerk komen doen. En dan zijn ze natuurlijk nog niet gediplomeerd. Dus dat zijn mensen in opleiding, dus je geeft ze wel een beperkt takenpakket. Waar moeten we dan aan denken? Nou, dan werken ze op het niveau van verzorgende. Dus ze doen de zorg voor patiënten, eten en drinken handjes geven, handen in de zorg. Ja. En mensen kunnen tegelijkertijd ervaring opdoen in het ziekenhuis en snuffelen aan alle specialismes wat ze leuk vinden. Dus eigenlijk het werk in het ziekenhuis is, om maar in termen te blijven van zorg, geen ver van mijn bedshow. Helemaal niet. Nee. En als je ziet hoeveel reacties we hebben gekregen op die flyers, dat is echt bizar. Er zijn veel reacties gekomen. Op 18 maart hebben jullie een open dag. Klopt. Ook dan zijn natuurlijk mensen van harte welkom om eens te komen kijken van wat houdt dat nou in. Ja.
Informatie wordt er natuurlijk op die dag ook gegeven. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, er wordt heel breed informatie gegeven. Mensen kunnen ook rondleidingen krijgen. En vanuit allerlei afdelingen, dus ook de radiologie, de OK, nou ja, noem maar op wat je bedenkt. Wordt informatie gegeven en kunnen mensen vragen stellen. En op die manier probeer je mensen binnen te krijgen richting toekomst. Nou, gaan en ze enthousiast te maken. Tuurlijk. Gaan we jou daar heel veel succes bij wensen. Met al die andere mensen hier. Ja. Nog één keer. 18 maart, die open dag. En als mensen sowieso informatie willen hebben, die denken van nou, misschien is dat wel wat voor mij. Waar kunnen ze terecht? Mensen kunnen mailen naar communicatie@zrt.nl. Nu aan tafel aangeschoven Fred Voeken. Fred, van harte welkom. Je bent onlosmakelijk verbonden met het ziekenhuis Rivierenland, maar ook adviseur van de vrienden van het ziekenhuis Rivierenland. En al jarenlang zijn jullie actief om eigenlijk het verschil te maken binnen deze organisatie. Klopt, hè? Ja, dat is helemaal waar. Jullie hebben door de jaren heen al hele mooie dingen gedaan en gerealiseerd. Kun je daar iets over vertellen? Ja, een van de belangrijkste dingen die we jaarlijks als Stichting Vrienden doen, naast tal van activiteiten, zoals je bijvoorbeeld bij de voordeur al kennis maakt met de golfcar van de Stichting Vrienden, die per dag 200 mensen vervoert van en naar de hoofdingang, zijn de tal van activiteiten die de stichting in dit ziekenhuis doet om het voor de patiënt zo aangenaam mogelijk te maken. Ja, ligt er eens eentje uit, de laatste actie bijvoorbeeld? De laatste actie is de lampjesactie. We houden ieder jaar een lampjesactie van december tot en met maart. Dat is altijd voor een bepaald doel, een groot project in het ziekenhuis. En dit jaar zijn dat de elektrische fietsen voor patiënten die hier een chemokuur volgen. En dit project, daar is heel veel belangstelling voor, ook vanuit andere ziekenhuizen. Omdat we met dit project het eerste ziekenhuis zijn die dat voor hun patiënten gaan doen. Het uitlenen van elektrische fietsen tijdens de duur van de chemo. De finale, hè, wanneer het eindbedrag kenbaar wordt gemaakt, dat valt samen met de Roel Boerma-loop. Ja, dat is dit jaar samen met de Roel Boerma-loop en die is even uit mijn hoofd zondag 26 maart. Dat is de laatste zondag van de maand. En dan beginnen we met wandelen en hardlopers. En dat trekt ieder jaar steeds meer bezoekers. We hopen dit jaar 400 mensen in het wit bij de start te kunnen krijgen. En ook de opbrengst van die lopen gaat naar de vrienden? Ja, dat was de wil destijds van de helaas veel te vroeg overleden Roel Boerma. Mm-hmm. Die hier in dit ziekenhuis behandeld werd. Die wilde eigenlijk deze wandel- en trimloop samen met zijn atletiekvereniging Astenos, waar we dit ook jaarlang mee organiseren, wilde hij ter nagedachtenis van hem de opbrengst ieder jaar voor het goede doel aan de Stichting Vrienden schenken. En we hebben elkaar op deze manier op een heel bijzondere manier weten te vinden. Ja. En nogmaals, helaas dat hij er niet meer is. Ja, dat is inderdaad zonde. We hebben er destijds met de Stadstv ook aandacht aan besteed. Ja, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Ja, mooie, was een indrukwekkende uitzending, dat weet ik nog wel. Weet je wat we doen? Daar gaan we nog even naar kijken. Roel, wat was voor jou de reden om zelf niet meer actief te kunnen gaan hardlopen? Voor een ziekte die geconstateerd is? Ja, van eind 2011 is er bij mij kanker geconstateerd. Met uitzaaiingen in de lever. En weken later is darmkanker is geconstateerd. Ja. En met uitzaaiingen in de lever. En dat betekent voor mij dat er geen uitzicht is op herstel. Dus uitermate ingrijpend. Ja. Wanneer kreeg je dat voor het eerst te horen? 28 december 2011. Ja. Ja, dat staat in mijn hart gegrift. Ja. En dat is als de dag van gisteren. Ja. Want dat zet je leven ook helemaal op de kop. Ook allerlei praktische dingen, of niet? Werk en alles wat daarmee te maken. Van, je wordt direct uit het leven gehaald. Mm-hmm. Van, je wordt in het ziekenhuis opgenomen als doodziek. Ja. En dan kom je een verpleegkamer binnen, voel je helemaal alleen. En dan sta je nog een beetje lacherig te kijken. Ze van, jongen, al die luxe, is dat allemaal voor mij? Ja, maar meneer, u bent doodziek. Ja. En het enige wat ik op dat moment last van had, was pijn in mijn buik. Erg pijn in de buik. Ja, totdat op een gegeven moment die diagnose dus werd gesteld. Ja, zo van het, we zijn gelijk begonnen met pijnbestrijding. En in januari zijn er onderzoeken gedaan naar de oorsprong. Hè, de eerste
beelden waren een echo van mijn lever, die dus echt helemaal besmet was met kankeruitzaaiing. Hoe bespreek je dat met je vrouw? Je hebt ook nog relatief jonge kinderen. Ja. Hoe is dat gegaan? Hoe doe je dat dan? Het bijzondere voor mij was dat ik heel nuchter heb gereageerd. Mijn vrouw die raakte toch wel een beetje in paniek. Van, oh jongens, nog maar een half jaar te gaan. En ik had zoiets van, oké, ik heb kanker. Wat kunnen we eraan doen? En wat gaan we eraan doen? Ja. Heel nuchter. De artsen die keek mij ook aan van, begrijp je wel wat er gezegd is? Ik zei, ja, donders goed. Mm-hmm. En er werd toen inderdaad gezegd, een half jaar? Nee, van dat, die ruimte die is er. Hè. Dat kan binnen een half jaar gebeurd zijn. Ja. Maar van dat, ze zeiden, meneer Boerma, u bent jong en sterk genoeg. Mm-hmm. En wij zien goede kansen om je goed op weg te helpen. Hè. Je bent jong, je hebt energie. En wat is vervolgens toen de aanpak geweest? Hoe is dat gegaan? Het hoofddoel was de pijnbestrijding. De keuze lag om te gaan opereren of pijn te bestrijden. Nou, de pijnbestrijding is binnen 10 dagen teruggebracht naar pijnvrij. En dat was voor het ziekenhuis reden om te beginnen met een darmoperatie. Ja. Hè, om de bron van het kwaad uit mijn lichaam te halen. Ja. Dat is 17 januari 2012 gebeurd. En na 10 dagen ziekenhuis ben ik naar huis gestuurd. Mm-hmm. Om me voor te bereiden op de eerste chemokuren. Mm-hmm. En in februari zijn we toen gestart. Ja. Hoeveel chemokuren heb je gehad? De eerste programma aan chemokuren waren er 8. Mm-hmm. Dat was nogal ingrijpend. Elke 3 weken moest ik naar het ziekenhuis voor een chemokuur. En dat is dan een dagopname hier in het ziekenhuis Rivierenland van Tiel. Mm-hmm. Gelukkig voor mij en voor mijn familie alles in de regio. Dus dat was toch wel plezierig. Mm-hmm. En dan kom je op de oncologische dagverpleging en dan word je geholpen. En de eerste paar keer zit je bijna de hele dag aan het infuus. Krijg je 3 soorten medicijnen achter elkaar. Mm-hmm. En dat leek de goede kant op te gaan. Februari, maart, april, mei. De kankeractiviteit die slonk. En wij hadden goede hoop dat we de zomer goed in zouden gaan. Ja. En in juli bleek dat de kankeractiviteit weer toenam. Dus het medicijn werkte niet meer. Zijn wij heerlijk met ons vieren op vakantie geweest. Ja. Waar ben je naartoe geweest? We zijn 3 weken naar Terschelling geweest. Mm-hmm. Dat is mijn tweede thuis. Dat kostte me wel een aantal dagen om te herstellen. Hè? Want die mentale dreun van dat je medicijn niet meer werkt. Ja, ik zoiets van, wat doe ik hier? Dus maar na 3 dagen op de Schelling gezeten te hebben en alles maar weer de revue te hebben laten passeren, had me zoiets van, het is zo. Ja. We zitten hier op de Schelling. En daarna, je zit hier nu. En hoe is op dit moment je situatie? Ja, de situatie is heel plezierig voor mij. Mm-hmm. Ondertussen heb ik een derde medicijn. Het heet ook geen chemokuur meer, maar een immunokuur. En dat is een systeem die werkt dusdanig vanuit de hersenen worden signalen gestuurd naar al je organen en cellen in je lichaam. Mm-hmm. Alleen mijn kankercellen krijgen geen signalen meer door dat ze moeten groeien of dat ze moeten celdelen. En dat resulteert in dat de kankeractiviteit de afgelopen maanden enorm is verminderd. Is stabiel, mag je dat zo het zeggen? Het is op het ogenblik stabiel. Ik heb nou een CEA-waarde, heet dat. Mm-hmm. Van rond de 55 en
beschouw het maar als een slak die vooruit loopt ten opzichte van de haas. Ja. He, dus ik heb een slak in mijn lichaam die de kanker stuurt. Dus winnen bij Astylos zit er nu niet in? Winnen bij Astylos zit er niet in. Nee, ja. Die energie heb ik gewoon niet meer. Toch heb je een lijn gehouden met Astylos, hè? Ja, zeg van mijn kinderen zitten op Astylos en ja, ik heb er altijd met veel plezier mijn ding gedaan. Ja. En ja, als dan je vrienden naar je toe komen van Roel, van potverdorie, hè, je kanker. Ja. Zeg van, wij willen wat voor je doen. Ja. En wij willen een trimloop organiseren. Ja, dan schiet je de traan in de ogen. Ja. Nog steeds, zeg van, dat ontroerde mij zo. Ja. Dat ik had zoiets van, jongens, ik vind dat hartstikke leuk. Ja. Heel mooi. Doe maar. Ja. Indrukwekkend stukje televisie was dat, Fred, hè? Zeker. Roel vertelde daar over de situatie waarin hij verkeerde. En dat was eigenlijk toch wel ja, zijn einde naderde. Maar dat het allemaal zo snel zou gaan, dat had niemand verwacht. Toch mooi dat dit dat er dan uiteindelijk een resultaat daarvan is. Ja, en heel bijzonder, en we maken dat gelukkig vaker mee, dat patiënten een stuk waardering voor dit ziekenhuis hebben en daar voor ons iets terug willen doen. En dat varieert van een taart voor de verpleging, omdat mensen blij zijn, zo is het leuk en prima als ze behandeld zijn, tot kunstvoorwerpen die mensen maken voor afdelingen. Ja, ik kan zo nog wel even doorgaan, maar dat zijn hele warme omarmingen voor dit mensenziekenhuis. 18 maart, dat gaat sneller dan je zou zeggen, hè, want we zitten alweer ergens in februari. Ja, dan is die open dag. Kun je daarin nog iets over vertellen tot slot? Ja, de open dag is altijd een open huis voor een ieder. Dit jaar staat de open dag volledig in het teken van beroepenoriëntatie. Dus ik zou zeggen tegen de kijkers, kom in het ziekenhuis kijken wat er allemaal aan functies zijn. Dat wil niet zeggen dat we van de daken afgeschreven dat we zoveel vacatures hebben. Maar je kunt je wel oriënteren welke banen en functies er binnen dit ziekenhuis zijn. En welke mogelijkheden er allemaal zijn. We zijn de grootste werkgever in dit gebied. Dus er zijn regelmatig vacatures. En we vinden het leuk als de mensen een kijkje komen nemen. En dat is varieert jaarlijks tussen de 3.500 en 4.000 bezoekers. Dus dat is heel wat. Nou, we gaan jou daar natuurlijk veel succes bij wensen bij die open dag. Niet alleen jij, maar het hele ziekenhuis. En mag ik je danken voor het gesprek. Heel graag gedaan en dankjewel voor de uitnodiging. Nu aangeschoven Annette Rozen van Leiden. Ze werkt bij de bibliotheek Rivierenland. Annette, van harte welkom. Jij bent projectleider van het project Samen Wel Online voor laaggeletterden in Rivierenland. Wat houdt dat in? Ja, het project heet Samen Wel. Dat is een project wat we doen met Ziekenhuis Rivierenland, de bibliotheek dus, en GGD Gelderland Zuid. En daarin proberen we informatie over gezond leven toegankelijk te maken voor iedereen. Laaggeletterdheid, dat is een issue hè, in het rivierengebied. Hoe gaan jullie dat aanpakken? Nou, we gaan het niet zozeer aanpakken, laaggeletterdheid. Maar wat we doen is dat we zorgen dat informatie ook voor hen toegankelijk is en te begrijpen is. Wat we zien is dat heel veel informatie over gezond leven in teksten wordt gegeven, in folders, op websites vol met teksten. En mensen die moeite hebben met taal kunnen daar niet goed mee uit de voeten. Doen jullie met plaatjes? Ja, wij werken heel veel met beeld. En daar hebben we een heel mooi voorbeeld van, hè? Ja. Gaan we nu even naar kijken. Ik ben Lotte de Kolf, ik ben 45 jaar en ik woon in Ophemert. Ik heb 2 keer een herseninfarct gehad. En toen werd ik voor de 3e keer heel ziek, toen kreeg ik een schildkliercrisis. Toen ben ik bijna overleden. Daar heb ik eigenlijk veel meer last van gehad, ook omdat ik dat heel bewust heb meegemaakt. Hoe raar het ook klinkt, maar zo'n herseninfarct, ja, dan ben je zelf niet echt bij. Toen ik thuis kwam te zitten ineens, is dat heel moeilijk geweest. Ik werkte 40 uur in de week en stressbaan. Ja, dat heeft wel een hele tijd geduurd voordat ik daar psychisch weer bovenop was, zeg maar. Wat we meestal doen is op dinsdagochtend, dan verzamelen we bij Marit. En dan drinken we eerst een kopje thee met z'n allen. En dan gaan we wandelen. Zeker als je zo ziek bent geweest als ik, dan is toch wat men zegt ook van ga bewegen.
Je hebt weinig nodig, hè? Een paar goede schoenen en je kunt gaan wandelen. Een mooie bijkomstigheid is dat je vaak ook nog een klein beetje afvalt. En ook altijd leuk meegenomen. Dat wandelen is goed voor mijn conditie. Het is een stukje sociale contacten, gezelligheid. En je bent buiten in de natuur. Wat willen mensen nog meer? Annette, dat is, het ziet er hartstikke leuk uit en begrijpelijk. Ja, wat we doen is echt een initiatief uit de regio laten zien. En ook daarbij iemand interviewen die dus daaraan meedoet, aan zo'n activiteit. En laten zien wat, ja, waarom die persoon het plezierig vindt. Wat is uiteindelijk jullie doel? Ons doel is uiteindelijk dat mensen gezonder gaan leven. Maar vooral daar ook het plezier in vinden. Dat zie je ook heel goed terug in het filmpje. Het gaat niet zozeer om het gezonde bewegen of het gezonde eten. Maar het gaat heel erg om het sociale contact wat je hebt met elkaar. Het is het ziekenhuis Rivierland, de GGD, Gelderland Zuid en de bibliotheek. Hoe gaat die samenwerking? Die samenwerking gaat ontzettend goed en is ook heel erg belangrijk. Omdat wij ons alle drie in de regio begeven, voor de inwoners in deze regio zijn. En we bundelen echt onze krachten. Ja, en hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Hoe is dat verlopen? Nou, dat contact is eigenlijk verlopen meer door de bestuurders van onze onze organisaties. Mm-hmm. Die elkaar vonden in dezelfde opdracht eigenlijk. Smaakt eigenlijk naar meer dus? Ja, zeker. Als er nog meer organisaties zijn die willen aansluiten of hun aanbod kenbaar willen maken, dan kan dat ook op samen wel. Wat gaan jullie nog concreet allemaal nog meer doen? Nou, wat we gaan doen is vooral dit initiatief ook bekender maken bij de mensen. We hebben het nu vooral bekendgemaakt bij alle organisaties. Van meld je aan, hè, laat je activiteiten zien. Mm-hmm. En we willen het ook nog bekender maken bij mensen zelf. Zodat zij ons weten te vinden en zien wat zij in hun eigen buurt eigenlijk kunnen doen. Nou, en daar gaat ook dit interview weer een stukje bij helpen. Hey, en mag ik jou danken voor de toelichting? En tot slot, als mensen nog meer willen weten, waar kunnen ze terecht? Op samenwel.nl. Nou, dat ruimt ook nog eens een keer. Ja. Hey, bedankt voor het gesprek. Graag gedaan.